Hoe moet men zich vandaag de dag verplaatsen? Ja, heel veel mensen pakken snel de fiets. Maar iedere keer zijn zij toch weer de laatsten. En als het regent is het helemaal niets. Je neemt een vliegtuig en je vliegt naar Rome. Je zit wel goed, maar je voelt je niet zo fijn. Want bij de landing raakt het in de bomen. En in vervolg neem jij dan fijne trein. Maar tegenwoordig zijn er zoveel mensen, zodat je tijden staat te wachten op het perron. Reizigers, scholieren en forensen, je ziet door al die drukte geen station. Ja, vroeger in het westen was er wilde, want paard en cowboy stapten in de trein. En wees niet bang dat men zich onderweg verveelde, want men pokerde en ieder vond het fijn. En dan denk ik aan die oude West Virginia. Ja, zijn fluitsignaal dat klonk door berg en dal. Een bak vol kolen en daar ging de West Virginia. Met de West Virginia kwam je overal. Ja, ik denk steeds weer aan die oude West Virginia. En zijn fluitsignaal dat klonk door berg en dal. Een bak vol kolen en daar ging de West Virginia. Met de West Virginia kwam je overal. Toch kom je ook vandaag nog cowboys tegen, al zitten ze dan niet meer op hun paard. Ze rijden in hun trucks over de wegen, maar hebben de traditie toch bewaard. Net als de West Virginia in het westen, zijn zij de pioniers van de autobaan. Want op de weg zijn zij toch de allerbesten. Ja, laat die truckchauffeurs hun gang maar gaan. En dan denk ik aan die oude West Virginia. Ja, zijn fluitsignaal dat komt door berg en dal. Een bak vol kolen en daar ging de West Virginia. Met de West Virginia kwam je overal. Ja, ik denk steeds weer aan die oude West Virginia. En zijn fluitsignaal daar klonk door berg en dal. Een bak vol kolen en daar ging de West Virginia. Met de West Virginia kwam je overal. Ja, ik denk steeds weer aan die oude West Virginia. En zijn fluitsignaal, dat klonk door berg en dal. Een bak vol kolen en daar ging de West Virginia. Met de West Virginia kwam je overal.